Ja, voorzitter. Uh, hulp aan weeskinderen, het slaan van uh, waterputten, het aanpakken van allerlei ziektes in verre landen, dat is wat gebeurt met geld voor ontwikkelingshulp. En ik hoor de heer Van Dijk net vol trots zeggen dat het meest historische ombuiging op ontwikkelingshulp is. Uh, terwijl dit geld gaat naar hele kwetsbare mensen, als ik dat dan koppel aan het strengste uh, asielbeleid ooit, houdt de liefde van de uh, PVV voor kwetsbare medemensen dan echt op bij de Nederlandse grens? Nou ja, we zijn een Nederlandse volksvertegenwoordiger, dus wij handelen inderdaad in het belang van Nederland en de mensen in Nederland. En zolang er nog rijen staan bij de voedselbanken, zolang één op de twee Nederlanders hun rekeningen niet kunnen betalen, dan ligt daar onze prioriteit, inderdaad. Voorzitter, ik constateer dat het antwoord dan ja is. En we hebben hier voedselbanken, dat moeten we aanpakken. Maar tegelijkertijd kunnen we ook niet de mensen in nood laten sterven in andere landen. Daar hebben we als een van de rijkste landen ter wereld ook een morele verantwoordelijkheid voor. Dus ik vind het eigenlijk ongepast dat u zo trots bent op die ombuiging. Ja, u vindt het heel ongepast. En u noemt ons een van de rijkste landen ter wereld. Maar je moet maar eens gaan kijken. In de wijken van Nederland. Waar zitten die rijkste mensen van Nederland? In dat een van de rijkste landen van Nederland. Want ik zie alleen maar mensen die de touwtjes niet aan elkaar kunnen knopen. En u loopt strooien met, met, met miljarden naar het buitenland alsof u te veel heeft. En dat moet u tegen die mensen zeggen. En dat is niet voor niks dat wij hier met 37 zetels zitten en u met, uh, wat is het, twee of drie of zo? De heer Van der Lee. Ja, dank u, voorzitter. Ik wil toch nog even duidelijkheid hebben over welke afspraak de coalitiepartijen hebben gemaakt. Ik citeer. We wijzigen deze rijksbegroting niet meer. Dat is zo afgesproken en afspraak is afgesproken.